Na grote rampen zoals aardbevingen kunnen we nu niet zoveel doen voor overlevenden onder het puin. Onze machines zijn simpelweg te groot en lomp om tussen de kiertjes te passen en gericht te zoeken. Maar gelukkig heeft de natuur ons verschaft met insecten. Kleine biologische machines waarbij wij alleen maar de hersenen of het zenuwstelsel hoeven te kapen om te controleren wat zij doen. Dit klinkt misschien als iets uit een science fiction film. Maar in potentie kunnen insecten ontzettend veel levens redden als we ze tot cyborg kunnen ombouwen en zo hun gedrag kunnen beïnvloeden. Als dat in kleine insecten gerealiseerd kan worden, dan is er dan het vrij onzichtbare detectieapparaatjes. Dat is ook heel handig. These cyborg cockroaches, they're really good at getting into tight spaces. Now you can actually just go down and see where survivors are and maybe go down and help them. Hopefully within 10 years or what, 20 years, we use this cyborg insect to locate or find living people. That is our ambition and dream and the purpose of this research. We zijn in Belgrado bij het Nauke Festival, het grootste wetenschapfestival van Oost-Europa, om te praten met Greg Gage. Hello Greg, welcome. Hello, thank you. It's exciting to be here. Greg is oprichter van Backyard Brains, een bedrijfje wat neurowetenschap naar de mensen wil brengen door zijn do-it-zelf pakketje te geven, waarmee ze een insect in een cyborg kunnen veranderen. Wij gaan zometeen niet alleen vragen van hoe dat nou werkt, maar ik ga ook daadwerkelijk een hele grote kakkerlak implanteren met elektrodes en vervolgens besturen met mijn smartphone. Het is een hele shady ingang voor een groot wetenschapsfestival. Greg? Yes. Hi. Hey, how are you? Alejandro, nice to meet you. Alejandro, nice to meet you. I'm Greg Gage. I'm the co-founder of Backyard Brains and we're going to do some neuroscience today. Let's do some neuroscience. Let's do neuroscience, shall we? How do you open this thing? Voila. And we take graduate level ivory tower research gear and make it available for the general public so that the public can participate in the understanding about how the brain works. So these are the antennas right here. Mm-hmm. The antennas have these little hairs and the hairs have nerves in them. And we're going to stick the electrodes inside the antenna so that the wires are sort of pressed up against those nerves. Mm-hmm. And then we're going to be able to send electrical current to cause those neurons to fire, which are going to send the information back into the brain. All right, you're going to do it? Yeah, please. I think you should, mate. I think it's fun. Ik heb hier nu al mijn spulletjes, volgens mij. Probeer ik soort van netjes naast elkaar te leggen, want dat hoort zo als je operaties doet, denk ik. How would you normally do this? It feels kind of mean. That's what it feels like to him. Yeah. There's no nerve endings in the cuticles. Okay. Like, it's a hard shell. Uh-huh. Am I doing this right? Yeah. So, Greg. Yeah. It's moving. Oh, put them back in the ice water. Yeah. So when you put them in ice water, it lowers the temperatures of the ion channels can't open and close. Uh-huh. And that means they can't feel pain and they can't move and this type of stuff. So you can tell if they're moving, they can probably feel pain. Ik moet dit gewoon in ieder geval op zijn hoofd plakken. En dan moet ik die draadjes die hier aan zitten. De linker die gaat naar de linker antenne en de rechter gaat naar de rechter antenne. En deze ergens anders. Ik ben een stuk plastic op het hoofd van een insect aan het lijmen. Het voelt ethisch niet helemaal oké. Greg vertelde ook eerder dat ze hun leven gewoon kunnen voortzetten. Dat ze nog steeds kunnen voortplanten, kunnen eten. En eigenlijk alles doen wat een normale kakkerlak ook kan. Alleen dan wel met een groot stuk plastic op hun hoofd. This one's like our... probably our edgiest product, so I kind of like that debate because it's interesting to have that discussion about why are we doing this and why is it important that we do this. So, yeah. So I mean, what do you tell them? Why is it important? 20% of the world has a neurologic disorder, and we have zero cures for these diseases. The neurons are very, very similar between like a cockroach and a dog and a human, and so you could actually learn a lot about yourself by looking at these cockroaches. So this is like a teaching tool, so a lot of people to sort of explore that. I think there's a lot of benefit that can be done by doing that. All right, if you find a little freckle, you can pierce that freckle and then it'll be a little hole. Yeah, okay.
Greg. You got it. All right. All right, you got it in there. All right. Well, I didn't want you to... I'm supposed to make a little hole. Which is all right. I mean, it's okay. Je moet dus zo'n dun draadje in zo'n klein gaatje stoppen. Mijn vingers zijn een soort worsten. Yeah, you got it. I think I got one of the two wires in. There you go. Ik weet echt niet of dit gaat werken. Ja. Oeh, okay. Ik heb dus volgens mij nu in wat 10 minuten volgens mij een cyborg insect gemaakt. Afgezien van het gepriegel was het helemaal niet moeilijk om te doen. Wat best gek is, omdat je toch een ander idee hebt bij iets waar cyborg bij staat. Of dat nou een mens of een insect of een dier of wat dan ook is. Maar het blijkt toch best makkelijk. Het is nu een paar uur later en zoals je ziet zijn ze weer wakker. En als het goed is, zou het nu moeten werken. Hij is aangesloten op het kastje waar de batterij en de rest van de elektronica in zit. En die signalen gaan dus direct de antennes in. En als het goed is, als ik hem aanzet, gaan die lampjes branden. Greg levert dus ook een app bij. Die is met Bluetooth verbonden aan de elektronica hier zo. En hiermee zou je dus de kakkelak moeten kunnen besturen. Ja, het werkt. Het werkt. Ik heb gewoon een cyborg gemaakt. Zonder enige training, met 10 minuten werk, heb ik elektronica aangesloten op de hersenen van deze kakkelak. En laat ik hem iets doen wat hij anders niet zou doen. Alleen maar door op een telefoon te swipen, elektronische signalen naar zijn antennes te sturen. Waardoor hij dus gaat draaien. Het is echt, echt bizar. Greg vertelde ons dat hij zich regelmatig moet verdedigen tegen dierenrechtenactivisten. Ik ben daarom nu onderweg naar Wageningen om te praten met iemand die me meer zou kunnen vertellen over hoe insecten hersenen werken en hoe insecten pijn ervaren. Hallo, Alejandro. Hi, aangenaam. Insecten kunnen pijnprikkels waarnemen, dat is heel duidelijk. Mm-hmm. En dat weten we ook al heel erg lang. De vraag is alleen, hebben insecten die emotie van pijn nodig om al die andere emoties de baas te kunnen blijven? Is dus een insect eigenlijk een dier waarvan zijn gedrag wordt geregeerd, sterk wordt bepaald door emoties als angst, verliefd zijn of je noem maar op. Mm-hmm. En dat lijkt niet zo heel erg waarschijnlijk dat dat zo is. Een insect is veel meer een dier wat zich gedraagt op basis van specifieke stimuli. Ja. Dus stimulus, respons, stimulus, reflex. Hoe moet ik dat voor me zien dat jullie dat onderzoeken? Ja, nou, ik heb hier een paar hersentjes van insecten. Dit gedeelte zit in de kop. Je ziet hier nog twee kleinere lobjes. Dat zijn de antennale lobben. En de antenne, dat is de neus van het insect. Dus met een antenne, we noemen het eigenlijk de voelsprieten, maar doet hij daar ook mee? Hij voelt er ook mee, maar hij proeft er ook mee. Met het afknippen van een gedeelte van de antennes van die kakkerlak. Ja. Betekent dat het eigenlijk een beetje hetzelfde is als dat ik de neus zou afknippen van iemand? Als je de antenne afknipt, knip je zijn neus af, ja. Ja, het zag er gewoon uit als een dier dat pijn had. Ja, het is heel moeilijk om die projectie van je eigen pijn op het dier wat je ziet, om dat uit te zetten. Ja, is er een blijvende pijnrespons? Dat lijkt er eigenlijk niet op. Dus als je een insect een poot afknipt, dan zie je dus in eerste instantie een reflex dat die terugtrekt uiteraard, want daar heeft hij receptoren voor, dus daar zal hij een reflex op geven. Alleen lijkt het erop alsof hij daar nou de hand weer vergeten is, want wij hebben in zo'n geval dus een wondreactie, een continue pijn, die zorgt ervoor dat wij een beschermend gedrag vertonen naar die wond toe. Ja. En insecten doen dat niet, die lijken het te weer vergeten en die proberen eigenlijk op die stomp weer door te lopen. Wij gaan dus binnenkort naar Singapore om te kijken naar een wetenschapper die dus onderzoek doet bij kevers. Zijn dat goede insecten om dit soort cyborg onderzoek mee te doen? Je prikt niet zo gauw de boel kapot. Dus ja, een groot robuust insect heeft zeker bij het ontwikkelen van zo'n techniek grote voordelen. We zijn de halve wereld omgereisd naar Singapore, omdat ze hier werken aan de meest technologisch geavanceerde insectencyborgs op aarde. We hebben zo afgesproken met Dr. Sato van de Nanjing Technological University om zijn insectencyborgs te gaan bekijken.
Hello? Hi. Dr. Sato? Hi. So what is the work that you do over here? Our purpose is to control the flight of the beetle. I studied many things about the kind of muscle configuration, neural network of this living beetle. Okay. And also I studied leg control. This is also by stimulating the muscles? Yes, leg muscles. And we can do some of the different walking gait motion. You stimulate all the muscles individually? Individually. So the beetle actually has no control over what it's doing. Yeah. So you basically make it into a robot, actually. Like a robot. Of course, some error, but that error is not so big problem. I'd be very excited to see the work that you're doing right now. Let's go to the lab. Yeah. Okay. Great. Hi. Oh yeah, sorry. So could you tell us what you do here? We use this system to detect the leg motion, so we can put some marker on small marker on the leg. And so this is the beetle that you're working with. Yes, you can see the many wires, right? And my friend, the town finder, he is very good at the implantation and working on this leg motion control actually. And he knows about the location of the leg muscles very well. Can you tell me a bit what you're going to do? Basically, I will press this. There are two buttons. Uh-huh. One can change the walking gait. The other one is I can change the step frequency. That means how fast the leg moves. Yeah, yeah. And these LED lights, they correspond each to a muscle. Yes, so total 8 muscles. Yeah. Okay. Let's see. So the step frequency is 0.125 hertz. So it's tripod. So it's very slow now. And so now it's alternating its left and right. Yes, alternating. So if I want to increase the step frequency, I need to press this button. Uh-huh. So that if I press once, so it's faster now. Now it's 0.25 hertz. If I press one more time, 0.5 hertz, so it's faster. Then... this is really amazing. 1 hertz. If I want to change to galloping, I press this button, so it will change to galloping. So, yes, it's galloping. And this is when it runs faster, basically? Yeah, the step frequency is 1 hertz. Uh-huh. Now it's 2 hertz. Wow. Yeah. It struggles itself, but it still obeys the stimulation signals. Uh-huh. And do you think, is he struggling to kind of stop these stimulation signals? Yes, I think so. But still, it obeys. Yeah. Can see. Yeah, very clearly. Here. And this just keeps on working like this? Yes. It doesn't get used to it or something? It doesn't... No. I stimulate even like for more than half an hour, so it's still like this. We stimulate more than 7 days, more than 1 week. Still. Uh-huh. And it keeps working? Yes. So you're putting in electrical signals into the beetle now. Mm-hmm. But is it using up its own energy source, basically? Is it using the food that it eats to drive the muscles, or are the muscles driven by the electricity? Yes, the food. So you have to feed it to be able to keep on doing this? Yes. Het is echt een walgelijk groot beest, maar het idee dat je door elektrische signalen in de spieren te sturen hem zo goed kan controleren, is echt ongelooflijk. Want dit beest voedt die spieren gewoon zelf. Hij moet eten om die beweging te kunnen maken. Dus alles wat je nodig hebt zijn hele kleine signalen die de spieren ingaan om die spieren aan te drijven. Dus wat je hebt is een veel efficiëntere machine dan dat je ooit zou kunnen krijgen met een robot. Omdat dit ding gewoon al miljoenen jaren evolutie achter zich heeft zitten om die spieren zo efficiënt mogelijk te maken. En alles wat zij dus doen is gewoon de controle volledig overnemen daarover en het beest laten doen wat zij willen. En het is echt super indrukwekkend dat dit kan. En waar het heen gaat, is nog veel ongelofelijker. So this is the walking part of the robot. And you're also working on the flight control. And you're also doing that here in the building? Yeah, in this building. Or the technical next building. Okay. Me. Hello. Hi, Alejandro. I'm a student Leo, and my student Tang. Hello. Yeah. Wow, this is a very impressive room. We like a beetle to fly as long as possible. Then we use this smooth paper, and we release the beetle and the flying beetle even crash on the wall. Still, the beetle go back to the arena to fly. Yeah. And we make the air gap between the paper and the actual wall. Because the beetle crash on the wall, then the beetle and our device does not be damaged.
Should I imagine it? Do you have a remote control? Or? We use Wii remote. A Wii remote? Alright, dit is een kever met een elektronica rugzakje. En deze is als het goed is zo bedraad dat ik naar links of naar rechts kan sturen als ik hier op naar links of naar rechts druk. Wat hebben we dan? Blow my try. Ja? Oh, you can also blow it like this. I have to grab it a bit more on the top. Ja, ja. Oké. Pet the right one. Hey, it worked. It went right. Can I try again? Als ik dan naar rechts druk, dan gaat hij naar rechts. En het werkt. You can also put other sensors on the chip, right? Yes. Because I can imagine that only steering a beetle doesn't do much yet for someone who's buried under rubble. For rescue mission, the important thing is to locate missing live person, live people. And live people is warm. Therefore, by setting some sensor, we can detect some living people. And the beetle can move walking or flying to that heat source of the living people. And find the location. That would be very useful. Yeah. And do you see other applications as well? Criminal investigation will find the terrorist or something. You know, we are very serious to use this type of beetle for peaceful application to save people and to save the world peacefully. We zijn op best wel veel interessante plekken geweest, allemaal om te leren hoe je een cyborg insect kan maken waar mensen iets aan kunnen hebben. Het meest fascinerende is dat de scheidslijn tussen natuur en technologie steeds iets dunner begint te worden. En dat we misschien wel over 10, 20 of 30 jaar een hybride tussen technologie en biologie helemaal niet meer zo gek zullen vinden. Where could this go? Could you move it onto a mouse? And can you move it onto a dog? Maybe you can make a robot horse. We don't know. It takes just 1 hour to mount our backpack on the boat. Probably this kind of operation can be automated by some machines. We can prepare the lots of thousands of cyborg insects in future. Het kan natuurlijk ook hele nare vormen aannemen als overal cyborg insecten rondvliegen met camera's. Now I am 38 years old and before my retirement, probably we can see that the cyborg insect helped the rescue mission at the actual disaster area. Yeah. I think so. I believe so. I hope so.